een traditie om elkaar hier weer tegen te komen. Hoe gaat het en hoe beleeft u de sfeer weer hier? Ja, Vlaggetjesdag is fantastisch en natuurlijk kom ik jullie, mijn vrienden, hier weer tegen. Want iedereen is op Vlaggetjesdag op Scheveningen. Het is zo'n mooi feest. En het gaat ook echt om waar Scheveningen goed in is. Dat is namelijk de vis uit de zee halen en verwerken tot heerlijke haring. Ik ben een nieuw haringnet aan het maken van nylon net. Oké, dat is wel interessant om te zien. En is dit ook, dit heeft u altijd gedaan? Nee. Oh jee, wat heb ik nou? En in 1957 zijn we de eerste netten van nylon gemaakt, in 1957. Oké, daar nou. Heb ik toen mee gevaren. We beweerden, daar vang je toch niks mee, omdat het nylon is en zo. Maar we hebben één keer met het net 's nachts gevist. En toen hebben we een heel schip vol gevangen. Oké, mooi. Het ligt niet aan de netten, maar je zat net in een haringtijd. Waar je veel kon vangen. En in één nacht hebben we gewoon, niet gewoon, we hebben een schip vol gevangen. En hoe smaakt hij dit jaar? Nou, haring heeft echt iets wonderlijks. Want al die jaren achter elkaar is het ieder jaar weer zo. Dat we ook dit jaar weer kunnen zeggen, de haring is dit jaar veel beter dan vorig jaar. Dus hij is heerlijk. En ja, geniet nog van de haring die gaat komen. Ik ga er nog heel veel eten vandaag. En veel plezier jullie. Dankjewel, tot volgende keer. Hoi.